Je hebt geen BSN-nummer, geen woonadres, geen bankrekening en je kan elk moment opgepakt en uitgezet worden. En dan is er ook nog corona. Veel illegalen maken zich grote zorgen dat ze ziek worden. When you touch in this office, you have to go straight to the sink to clean up your hands. You're afraid of this disease? Yeah, very much. En ik denk dat dat vooral komt aan gebrek aan kennis, onduidelijkheid. Creëert toch meer angst? Hoe is het om als illegaal in Nederland te wonen, te werken en wat kan je als je ziek wordt? Hoeveel illegalen er in Nederland zijn is onbekend. Schattingen van het WODC lopen uiteen van 60.000 tot 133.000, maar mogelijk zijn het er meer. Deze groep illegalen kan je eigenlijk in tweeën delen. Volgens schattingen komt meer dan de helft uit een asielprocedure en is ondertussen uitgeprocedeerd. De andere groep is hier naartoe gekomen op een toeristenvisum en nooit meer weggegaan. Maar ondanks dat je illegaal bent in Nederland, heb je dankzij de Vreemdelingenwet uit 2000 wel rechten. Zo heb je recht op juridische bijstand als je minderjarig bent, recht op onderwijs. En als je ziek bent, recht op medisch noodzakelijke zorg. De dokters van de wereld hebben hun spreekuren uitgebreid en zijn op meer plekken aanwezig om illegalen te helpen. De noodopvang voor illegalen is sinds de coronacrisis uitgebreid. Zo worden er illegalen gehuisvest in een sporthal en in hostels. Maar de dokters rijden ook naar plekken waar geen officiële opvang is. Bijvoorbeeld een voormalige parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost. We live in that kind of situation. This is where we live. It's about 40 persons living together in this place. This is a parking lot. It's a parking place. Yes, it's a parking place. So we stay to live there because no, people don't want to live on the street. It's better here to be on the street. You understand? We are around 40 persons, different nationality. Yes. Aren't you not afraid to get coronavirus with so many people? Everybody's afraid because nobody wants to get sick, you know. But we trust in God first and then we try to keep distance inside, but it's very difficult. Ook bij de kruispost in Amsterdam helpen ze illegalen met medische klachten. Een deel van hen is bang voor het coronavirus, maar het valt de artsen ook op hoe achterloos veel van hen ermee omgaan. Als ik zelf naar buiten ga om de triage te doen, dan moet ik regelmatig tegen mensen zeggen, hou alsjeblieft afstand, want soms gaan ze samen drommen voor de deur. En we vragen uit of ze luchtwegklachten hebben, want anders mogen ze niet naar binnen. Maar het is me toch al een aantal keer overkomen dat uiteindelijk dan iemand hier in de spreekkamer zit en toch luchtwegklachten blijkt te hebben. Waar die zelfs dan heel laconiek over doet, maar waarmee die wel allerlei mensen kan besmetten. Dus ze moeten dan onmiddellijk weer naar buiten, maar dan hebben ze niet helemaal door wat het gevolg is. Als er een groep mensen is die niet helemaal weet hoe dit virus werkt en hoe besmettelijk het is, is dat wel een probleem onder deze groep. De medische zorg voor illegalen wordt betaald met een pot geld van het ministerie van Volksgezondheid. Artsen kunnen hun gemaakte kosten daar declareren. Maar daar valt iets op. Die pot van 33 miljoen was jarenlang genoeg. Maar in 2019 zijn de kosten ineens toegenomen naar 43 miljoen euro. Of die groei nu ook doorzet, is nog onduidelijk. En hoewel illegalen zich dus lang niet altijd goed aan de RIVM-richtlijnen houden en hun huisvesting niet altijd de mogelijkheid biedt om die anderhalve meter afstand te houden, zijn er nog maar weinig illegalen met corona opgevangen door de GGD. GGD Amsterdam geeft aan dat er via hen geen illegalen met corona in het ziekenhuis zijn opgenomen. En dan over hun werk. Want het was tot eind februari eigenlijk vrij eenvoudig om als illegaal aan werk te komen in Nederland. Dat ging dan via malafide uitzendbureaus of gewoon via contacten onderling. Maar ook dat is door corona in één klap veranderd. Upon the start of the corona lockdown, I was not able to work for almost 3 weeks. And then after the 3 weeks, clients of mine starting to ask me to come clean one by one because they really need help. But then as I go out and out of the house, my landlady said I should find another place to stay because I might be bringing the virus inside the house and she's scared of her kids. And 3 days time after her telling me, I have to move out and I'm now staying with a friend. I am worried about my financial situation because
I have some bills also to pay. I have a family back home who needs money. And then I have to pay my rent even if I'm kicked out. And so I'm scared of my family because if I don't have enough money to send back home, what will they buy for? They don't have money to buy food or medicine if ever. Voor de komende tijd zijn alle uitzetprocedures van illegale stopgezet. Ook illegalen die naar andere Europese landen terug zouden moeten, kunnen nu niet worden teruggestuurd. Ja, die groep zal ongetwijfeld gegroeid zijn, want ze zetten nu niet uit. Maar het is ook niet zo dat ze nu een verblijfsvergunning krijgen, dus ja, de situatie is niet verbeterd. Vind je dit een interessant verhaal? Laat het weten in de reacties. En als je meer van dit soort verhalen wil zien, abonneer je dan op ons kanaal.